birds in the sycamore trees. Christine Verheijden is een jonge en talentvolle creatieve duizendpoot, actief in de Vlaamse film- en theaterwereld. Oorspronkelijk studeerde ze archeologie, maar haar andere talenten haalden de bovenhand. Veel mensen hadden toen zoiets van, allee, je hebt nu al 5 jaar gestudeerd, je gaat niet nog eens 4 jaar doen. Maar ik ben iemand, ik zet door en ik ga er altijd voor. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want dit is mijn passie en dit is wat ik wil doen. Schrijven, spelen, zowel voor film als theater. En ik ken ook de mensen van de cocktailbar. En dan hebben we de hele avond gratis cocktails. Je moet echt meegaan, come on. Gedicht, kun je een schoonborsten? Ik heb lang speelfilm gedaan, Quixote's Island. En ik zal binnenkort in Vermist komen en ook in Code 37. En voor de rest heel veel kortfilms waar op mijn website stukjes van te bezichtigen zijn. Cadeautjes geven. Doodgaan. Ik ben afgestudeerd met Kofferkind, geregisseerd door Stefan Perceval. En dat heb ik zowel op het Taxfestival in Tommelhof gespeeld als in de kleine zaal van Simon Genk. Die heb ik mogen inhuldigen eigenlijk met de voorstelling. En deze zomer hier, op deze plek waar we nu staan, Villa, in opdracht van Simon Cultuurcentrum. Hoe hier stijlvol terug wordt geacteerd. Christine, waarom deze locatie voor Villa? Wel, ik heb als kind altijd in deze buurt gespeeld, omdat mijn grootouders een beetje verderop woonden. En ik vond het gewoon fantastisch dat ik de kans kreeg om iets te doen wat zo allee, dicht bij mezelf staat en zoveel herinneringen heeft. En Villa is een Amerikaanse tekenfilm, maar dan live, met 2 vrouwelijke actionheroes. En wij komen de Villa-wijk beveiligen. Super, Christine. Superwoman. Yes, zoiets, ja. Christine kreeg tijdens haar carrière de steun van het provinciebestuur. Wij hebben hier in Limburg geen groot huis, maar toch hebben we heel veel talentvolle mensen. En dat is fijn dat je dan vanuit Limburg ondersteund kan worden, ook al woon ik in Antwerpen. Ik heb een heel grote band met Limburg. En bijvoorbeeld stroom dat ik gekregen heb voor het project Blauw. Ik heb een beurs gekregen om research te kunnen doen. En dat is zo belangrijk, want vaak moet je voorstellingen maken op een heel korte periode. En kan je geen research meer doen. Dus ik ben daar heel blij mee dat ik dat gekregen heb. Heb jij iets nodig van mij? Ik denk dat jij eerder iets nodig hebt van mij, niet? Yeah, sure. Zo is Christine klaar voor een beloftevolle carrière in de film- en theaterwereld. Oh, ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen vooral. Zowel theater als film. Het gevoel wat je krijgt als je een goede voorstelling gespeeld hebt of als je jezelf op beeld ziet in een film, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. En dat maakt mij heel erg gelukkig als ik dat kan doen. Ce qui est vraiment important, c'est que nous allons vivre éternellement.